hier uit de streek. Met muziek en informatie. De mooiste gouden. En de hits. Voor de grote mensen. En de kids. In stereo. Stereo. Radio Spijkenissen. Artist of the Century, Elvis Presley. In een serie programma's zal aandacht worden besteed aan het korte leven van Elvis Presley. Zijn uitverkiezing eind 1999 tot Artist of the Century was voor velen dan ook geen verrassing. Belangrijk waren de algemene opinies in de pers. Om een scheppend genie te beoordelen zullen wij zijn volledige oeuvre en hemzelf in zijn tijdvak situeren, zien en horen wat hij daaruit overnam en wat hij eraan toevoegde. Enkel op die manier is het mogelijk de waarde van zijn culturele bijdrage in te schatten. In onze uitzendingen staat voor u de deur op een kier, zodat een eerlijke, onbescheiden blik mogelijk is op zijn leven en de gebeurtenissen die geleid hebben tot het ontstaan van de grootste mythe van de vorige eeuw. I wanna now, baby, walk on out. La la la.
vandaag aflevering 17, de 68 Comeback Show, de Singer Special. Volgens velen was wat hier gebeurde een van de grootste momenten uit de geschiedenis van de rock'n'roll en misschien wel van de showbiz in het algemeen. Elvis Presley, die jarenlang van het podium en zijn ware liefde, een live publiek, afgesneden was geweest. Een vluchteling was hij uit een celluloid nachtmerrie. Hij verbrak slechts gewapend met zijn trouwe gitaar en slechts gesteund door een paar goede oude muziekkameraden plotseling de symbolische stilte van 8 lange jaren. Muziekstilte door zijn stem te verheffen in de grootste schreeuw, sinds Achilles voor de poorten van Troje stond te brullen. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. So you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde hair, good looking, trying to get me hooked. Want me to marry, settle down and get a home and write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Pay phone, something wrong, dime gone, will mail order, sue the operator for telling me a tale. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Elvis Presley met Chuck Berry's Too Much Monkey Business, opgenomen op 15 januari 1968. Tom Sarnoff, vicepresident van NBC en de jongste zoon van de beroemde showbiz-bonds, generaal David Sarnoff, bereikte een overeenkomst met kolonel Tom Parker, die stevast met klem had geweigerd een televisiespecial rond Elvis Presley te maken. Er werd een bijeenkomst georganiseerd om de mogelijkheden goed te bekijken. En de kolonel deed, als iedere slimme scharrelaar die iets nieuws op het oog had, aanvankelijk of het voorstel hem koud liet. Hij leek het liefst over zijn eigen special te willen praten. De kolonel trok voor een radiobestemd persbericht tevoorschijn met de kop Elvis Presley's kerstprogramma en zette Sarnoff vervolgens op belerende toon uiteen hoe mooi deze samenwerking tussen platenmaatschappij en radio wel was en hoe happig allerlei lokale stations in het hele land erop kwamen. Sarnoff bedankte de kolonel voor zijn creatieve inbreng en daarna kwam hij terug op de kwestie waarvoor hij gekomen was. Wat waren de voorwaarden waaronder de kolonel Elvis op zou laten treden als de ster in een NBC special van een uur? Hij wees de kolonel erop dat, als Elvis één keer succes boekte op de buis, dit uiteraard zou leiden tot optredens in volgende specials. I'm a U.S. male, 'cause I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male. That's M-A-L-E, son. That's me. Now I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss.
For the last 3 weeks you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. mail. You touch her once with your greasy hand, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That makes her the property of this U.S. mail. You better not mess with the U.S. mail, my friend. The U.S. mail gets mad, he's gonna do you in. You know what's good for yourself, son. You better find somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. mail. Watching my woman, cause that ain't wise. You ain't pulling no wool over this boy's eyes. I catch you around my woman, champ. I'm gonna leave your head about the shape of a stamp. Kinda flattened out, so you'll do well to quit playing games with this U.S. mail. Better not mess with the U.S. mail, my friend, huh? The U.S. mail gets mad, he gonna do you in. You know what's good for yourself, son. You gonna find somebody else. Don't tamper with the property of the U.S. mail. Sock it to me one time. Look it, baby. All right. I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine, I'm gonna lay one on you. You talking to the Alles met U.S. Mail, opgenomen op 17 januari 1968 in Nashville, Tennessee. De kolonel had zijn contract met zeer vaste hand opgesteld. Hij had zoveel noten op zijn zang dat je geen moment zou denken dat zijn cliënt plat op zijn kont lag. Kolonel Tom Parker verkocht Elvis Presley en NBC alsof hij ze het eerste optreden van de Beatles in Amerika aanbood. 1. Elvis krijgt zijn normale filmgage van $500.000. Dit is gebaseerd op een vast werkschema, zoveel weken en zoveel uur per dag. Als ze 5 minuten langer doorgaan, dan moeten ze overuren betalen, berekend naar wat de jongen per dag verdient. 2. NBC mag het programma 2 keer uitzenden en daarna vervallen alle eigendomsrechten weer aan het Presley Concern. 3. Alleen rechten op de soundtrack zijn weer op Presley Concern dat de plaat via RCA zal marketen. 4. Toekomstige shows. De kolonel wil graag afwachten. 1 idee komt wel bij hem op. Hij zou aan de show graag een belofte van de kant van NBC verbinden om Elvis' volgende film te financieren die door Universal uitgebracht zou kunnen worden. Nadat eenmaal overeenstemming over de voorwaarden was bereikt, verdween Tom Sarnoff van het toneel en verscheen Bob Finkel. Hij was de zoon van een van de eerste bioscoop-exploitanten in Pittsburgh en was in de showbusiness opgegroeid. Finkel leidde een televisieproductiemaatschappij met de naam Terram Incorporated die programma's maakte voor NBC TV. Finkel nam toen een besluit dat verregaande gevolgen zou hebben. In plaats van een van de vele geroutineerde, maar conventionele producers aan te trekken die hem ter beschikking stonden, polste hij de jonge Steve Binder, de meest fantasievolle, maar tegelijk de meest onafhankelijke, onomkoopbare en controversiële van alle showregisseurs uit de geschiedenis van de televisie. Binder was ambitieus in zijn medium. Hij zag er niets in om zijn voormalige beroemdheden, die amusementsautomaten waren geworden, op schitterende wijze te gaan etaleren. Voordat hij echter ook maar 1 stap op de weg naar een Elvis Presley special zette, moest hij erachter komen of Elvis wel bereid zou zijn iets speciaals te doen, of dat het misschien te laat voor hem was om met iets nieuws op de proppen te komen. Through the ages, just like wine.
stars come floating down and settle softly to the ground, like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories van Elvis Presley, opgenomen op 27 juni 1968 in de Embassy Studios in Burbank, Californië. Toen Binder en zijn mederegisseur Bones Howe, dezelfde Howe die vroeger technicus bij Radio Recorders was, tegenover Elvis waren gezeten, kon het schaakspel beginnen. Voor Binder was het belangrijk dat hij Elvis ertoe kreeg zijn masker af te zetten om zich als een levend mens en niet alleen als een levende legende te manifesteren. Er moest een manier gevonden worden om Elvis te interviewen, zodat hij zijn ideeën en gevoelens zou spuien. En dan, aan het einde van de show, zou Elvis iets meer moeten bieden dan het gebruikelijke dag lieve mensen. Elvis zou met een verklaring moeten komen, echt een standpunt moeten innemen en laten horen dat hij wist wat er vandaag de dag gebeurde en dat het hem kon schelen waar we met z'n allen op afstevenden. Dat was Binder's doel. Maar hoe moest hij dit nu aan Elvis Presley verkopen? Toen Elvis uit Hawaii terugkwam, volgde de grote bijeenkomst. Het moment waarop de producer zijn ideeën over de show aan een ster voorlegt. Binder gaf niet alleen de ruwe schets van de show, maar zei Elvis tevens dat dit programma zijn Rubicon zou worden. Maar als hij daarentegen de uitnodiging aannam en het risico wilde nemen om met iets vrieuws en nieuws te komen, dan zou hij herboren kunnen worden. Miljoenen mensen zouden de show zien. Ze zouden daar als een jury zitten en ogenblikkelijk een oordeel vellen. Elvis durfde het waagstuk aan. Maar één ding zou de kolonel nooit toestaan, dat er enige poging werd gedaan om Elvis voor de buis een verklaring te laten afleggen waaraan een sociale of politieke interpretatie gegeven kon worden. Het was kantje boord. Er was voor een speciale kerstuitzending gekozen. In laatste oneenigheid tussen kolonel Tom Parker, hij wilde 20 kerstliederen, en de producer Steve Binder, hij wilde een rauwe, snelle, seksuele Elvis, was bijgelegd. Met hulp van Elvis zelf had Binder gewonnen. Dus daar was Elvis. In een zaal stond hij voor het eerst in bijna 10 jaar oog in oog met tv-camera's en een live publiek. Eindelijk stapte hij van achter de muur van vazallen en hielenlikkers tevoorschijn die hij had betaald om hem af te schermen. En iedereen keek. You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man to judge because I'm evil. My middle name is misery.
with me. Guitarman door Elvis, een arena segment, opgenomen op 29 juni 1968. In de hieraan voorafgaande maanden had Elvis de grensloze verveling van de films en de afgezaagde muziek op de soundtrack LP's geleidelijk de rug toegekeerd door met enkele geslaagde singles een stijl te bepalen en zich een nieuw imago aan te meten. Dat van de man wiens natuurlijke ruigheid door ervaring was afgezwakt. De platen Big Boss Man, Guitar Man en US Mail waren voorzichtige, degelijke pogingen geweest. Maar nu zette hij alles op het spel. Zijn uiterst geriefelijke positie en de geruststellende gedachte dat hij het altijd wel weer over kon doen. Hij was al enige tijd de risé geweest. Als deze show de mist niet ging, zou er weinig meer van Elvis Presley vernomen worden. Had hij nog wel een publiek? Had hij het nog iets te bieden? Hij had het belang er zelf van zo hoog opgekrikt, maar dat was hij zich waarschijnlijk niet bewust. In zwart leer zat hij op het podium, omgeven door zijn vrienden. Scotty Moore op gitaar, zijn vriend Lance Legault met de tamboerijn, Charlie Hodge was er met de gitaar, DJ Fontana, Alan Fortis en Lamar Fike. Hij werd geïntroduceerd door een discjockey uit Los Angeles. De zaal gonsde. Hij zong, praatte, maakte grappen en alle wrok die hij jarenlang had weggestouwd kwam naar boven. Hij had altijd ja gezegd, maar dit keer zei hij nee. Niet zonder humor, maar voortdurend met een wrang zweempje schuldgevoel alsof hij zijn talent en zichzelf had verraden. Been a long time, Jack. Hij vertelde het publiek over een optreden in 1955, toen Smerissen in Florida hem hadden gedwongen bij het zingen roerloos te blijven staan. Er was iets in zijn stem waaruit heel duidelijk bleek hoezeer hem dat had gekwetst. Hij toonde zich geen vriend van de Beatles, waarbij hij ontkent dat de helden die zijn plaats hadden ingenomen ook maar iets hadden voortgebracht waar hij voor zou moeten onderdoen en vervolgens bewees hij dat. Na al die tijd wilde hij meer dan zekerheid. Hij en de mannen om hem heen waren nerveus, gebrand op avontuur. Thank you.
Oh, he did it. Right. The way's down. I didn't even touch myself. Ain't that funny? You gonna get arrested, boy. I ain't gonna go to jail, too. Here come the judge. Here come the judge. What do I stand up for, man? Oh, yeah. I'll tell you what you can do. It's a funny line. Well, it's one for the money. Face, signing my name all over the place. I do anything that you wanna do. Honey, lay on my shoes and don't tell on my blue shoes. Well, you can do anything. Lay on for my blue suede shoes. All right, now. It's blue, 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 blue shoes. Blue, blue, blue shoes. Thank you. We don't have a strap? No strap? No. No, you got to keep my leg here all night, right? Yeah. Watch it. You're strapped to that. Let's see, man. No, never. Please. Oh, is that right? Is that the shot? I don't think that I can take it, because it took so long to wait. How about sleeping like a fool? How about the recipe you gave? One night a year, trying to get one night. My dreams come true. Just call my name and I'll be right by your side. I need your sweet helping hand. My love's too strong.
the money, pull the plug. The things that we two could plan would make my dreams come true. Gotta do it again now, gotta do it again. U hoorde Elvis Presley achtereenvolgens met Baby What Do You Want Me To Do, Blue Suede Shoes en One Night. En deze informele sessie werd opgenomen op 27 juni 1968 in de NBC Studios in Burbank, California. Elvis werd begeleid door Scotty Moore op gitaar, Charlie Hodges op gitaar, DJ Fontana op percussion en Lance LeGold op tamboerijn. Alles bij elkaar nam Steve Binder bijna 4 uur op. Het meeste ervan werd echter bewaard en bij de 3 maanden later uitgezonden show was het live segment nog geen half uur. Maar het werd gebruikt om de show mee te openen en vormde er het indrukwekkendste gedeelte van. Het was de mooiste muziek van zijn leven. Als er ooit muziek is geweest waar het bloed van afloopt, dat was het nu wel. Niets kwam als vanzelf de juni maand. Elvis gaf alles wat hij had en meer dan ook maar iemand had gedacht dat er was. Toen Elvis zijn schitterende nieuwe versie van zijn favoriete gospel, rhythm and blues en rockstandaard nummers liet horen, was het effect verbazingwekkend. Geen andere LP van Elvis heeft ooit zoveel muzikale energie, opwinding en fantasievolle prikkeling overgebracht. De tempo's zijn snel, de overgangen abrupt en de atmosfeer knettert van de elektriciteit. Soms tettert de band als een zaterdagavond op Beale Street. Soms zakt het geluid weg tot de eenzame, klagelijke klacht van de mondharmonica of het getik van een plectrum op de fretten van zijn gitaar. Soms vullen violen de lucht met een dikke blauwe walm. En dan wordt de pagina omgeslagen en krijsen de trompetten. De muzikale omlijsting was een genot voor het oor en voor Elvis een openbaring. Well, I'm the king of the jungle, they call me the tiger man.
we get out of that one? We just did. That was it. Oh, Lord. Boss pain. I must be getting older. I get tired faster. I don't think that I can take it. Another recipe again. Well, the memories that linger in my heart, memories of cute Stephen's role. Well, you know, someday they're gonna live again, sweetheart, and my blue moon again will turn to gold. Well, when my blue moon turns to gold again, when the rainbow turns clouds away, well, when my blue moon turns to gold again, you'll be back within my heart to stay. Well, the memories that linger in my heart, memories are gonna make my heart go cold. Well, you know someday they're gonna live again, sweetheart, my blue moon again will turn to gold. Well, when my blue moon turns to gold, rain will turn to cloudy rain. Well, when my blue moon turns to gold again, back within my arms to stay. Elvis met Joe Hill Lewis, Tiger Man, en met When My Blue Moon Turns to Gold Again. Beide opgenomen op 27 juni 1968. Toen de laatste nummers op de band waren gezet, was het filmen en opnemen van de show afgerond op het sluitstuk na. Steve Binder stond nog steeds achter een oorspronkelijke idee dat Elvis naar voren zou lopen en iets zou verklaren. Ten slotte bedacht Steve Binder een oplossing. Konden ze misschien iets speciaal voor Elvis schrijven? Een song met een positieve uitstraling waar een zeker sociaal bewustzijn van uitging. Iets wat de sfeer van een boodschap overbracht zonder dit met zoveel woorden te zeggen. Het was een nogal vage en abstracte opdracht die hij arrangeur Billy Goldenberg en de tekstschrijver Earl Brown gaf, maar ze besloten er diezelfde avond nog aan te sleutelen. De volgende ochtend verscheen de duo in Binder's kantoor. Het was het spannendste moment van het hele productieproces. Nu alles klaar was, op de laatste editing na, hadden alle mensen die iets met de onderneming te maken hadden zich rond Binder verzameld. Onomwonden bracht hij ze aan het verstand waarom Elvis niet voor miljoenen conservatieve Amerikanen, die zojuist van achter hun singer-naaimachines waren gestapt, een of andere bezwarende linkse verklaring kon, wilde en moest afleggen. In Binder's kantoor zette Billy Goldenberg zich aan de piano, terwijl Earl Brown zich gereed maakte om de song dat ze de vorige avond hadden gemaakt, If I Can Dream, te propageren. De song wordt Elvis' eerste grote hit in jaren, opgepept met de nieuwe Memphis Sound. Het experiment was geslaagd. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the sky. More blue, if I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand. Tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun in a world that's true.
question. Still, I am sure that the answer's gonna come somehow out there in the dark. De show werd uitgezonden op dinsdagavond 3 december 1968 om 9 uur. Diezelfde week werd het soundtrackalbum uitgebracht. Zowel de special als het album werden uitbundig ontvangen. If I Can Dream, de single van de tv-special, was gebaseerd op de I Have a Dream toespraak van Martin Luther King in 1963 en de moord op King in 1968. Het nummer bereikte in december 68 de 12e plaats van Billboard en schonk Elvis zijn eerste millionseller in meer dan 3 jaar. In If I Can Dream zingt Elvis om een nieuwe, mooiere wereld zonder haat en nijd. Een nieuwe Elvis was opgestaan. Mr. Elvis Presley. Time, Jack, I'm telling you. It's been a while. A while. About 15 minutes. About 15 minutes, my friend. Are we on TV? No, we're on a train heading for Tulsa. Okay. Man. Who was that? Pardon? Good night. Quick show. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. Leather suit, Jack, I get to you, I'm telling you. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Let us take a walk down Lonely Street to Heartburn Motel, where you will be. You'll be so lonely, baby. You'll be so lonely. You'll be so lonely, you could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street or two.
I forgot the lyrics. The bailout's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, you've been so long, a lonely street. You'll never look back. Lonely, baby. They're so lonely. They could die. Man, it's the worst job I've ever done on a song. That's a lot. It was still pretty. Hey, you ought to hear the bass player over here. All right, yeah. Oh, take it on. That tambourine thing. Oh, walk it, baby. Thank you. Hey, you're not supposed to read that. You're not supposed to do that. I know I'm not supposed to, but I won't know what I'm doing otherwise. I got news for you. I'm glad somebody. Ladies and gentlemen, this is supposed to be an informal. He's got his ad-libs in his hand right there. Oh, cool it, man. It's supposed to be an informal thing. It says here Elvis is supposed to talk about his first record. And when he met these guys for the first time and things started happening and and a bit about touching hands with body. Pardon me? Touching body with hands, excuse me. Oh. Yeah. And the Ed Sullivan Show, shooting from the waist down and Going well. No respect to Cincinnati. Yeah, yeah, yeah. And Cincinnati, that's not bad. Anyway, I'd like to introduce these gentlemen up here on the stage with me.
About 14 years ago, we made a record. The first time. 14 years ago, God. Ain't it funny how time slips away? That's it. this guy over here has played guitar for me for 104 years. For the last 14 years, his name is Scotty Moore. De volgende uitzending zou gewijd zijn aan de Memphis Sessions. In januari 1969 stapte Elvis voor het eerst een platenstudio in Memphis binnen, sinds hij 14 jaar eerder was weggegaan bij Sun. Voor velen betekende dit dat Elvis was thuisgekomen. En Elvis comeback in Las Vegas in 1969. Hij zag er beter uit dan toen hij jong was. Zijn stem was voller en krachtiger. Zijn toneelbeheersing was groter. En bovendien was het tijdstip waarop hij terugkeerde uiterst gunstig. Het was een periode van de noodlottige winter die de korte lente en zomer van de hippies voorgoed liet ondersneeuwen. En dat hij als werelds grootste trendsetter besloot radicaal terug te keren. There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away. Artist of the Century is een productie van Willie Brown. Productie en techniek, Willie Brown. Presentatie, Jeudené Dubois. Graag tot de volgende keer. Keep shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, I want that sun up here. We're lost in a cloud. With too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. He can fly. Deep in my heart, the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream. Hier uit de streek. Met muziek en informatie. De mooiste gouden. En de hits. Voor de grote mensen. En de kids. In stereo. Stereo. Radio Spijkenisse.